Yo mensen, Jeroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want hier voor me bevindt zich de Map Chamber. Want wij moeten de keepers gaan informeren over Ranrok zijn plannetje. En we moeten ook proberen om zo snel mogelijk de vierde uitdaging te gaan starten en ook de vierde uitdaging te gaan voltooien. Dus heb je er opnieuw weer zin in? Ranrok is moving more quickly than we could have anticipated. Dat is die zeker weten. Great news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Helaas is er geen tijd meer, dus we moeten nu overgaan in actie. Maar heb je er nu weer zin in? Ram er natuurlijk keihard blij op, zou ik super gaaf vinden. Bedankt opnieuw allemaal voor de leuke reacties. Bedankt opnieuw allemaal voor het intunen. Professor, you received my owl. Ranrok has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrok were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrok is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrok has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliterated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Dat is een hele goede vraag, maar dat weten wij zelf ook niet. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Oh. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Dat lijkt mij inderdaad ook het beste, want als professor Weasley ons constant in de gaten aan het houden is, dan moeten we wel een klein beetje oppassen waar we mee bezig zijn. Maar we moeten dus nu helemaal naar het zuiden van de map en we moeten daar afspreken in de kamer van San Bakar. Waar we naar op zoek zijn, we hebben nog geen idee. En wat de vierde uitdaging inhoudt, we hebben ook geen idee. Dus dit wordt een verrassing voor ons allemaal. Maar hier hebben we afgesproken tussen de bergen in. En ik denk de Flu Flame ook even activeren. Professor Fig staat al op ons te wachten. I have good news. Oh! We do not have any of Ranrok's loyalists to contend with. Oh, dat is perfect. The bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Nee, zij hebben de informatie al en wij niet, maar... This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Kan ik dit in de fik steken? Confringo! Oh, dat kan ik zeker weten! Want dat onthult... Is that a... It is. I believe I know what must be done. Dat onthult een gezicht. En de reden waarom we geen last meer hebben van de goblins is omdat zij al... aantal stappen op ons voorlopen, omdat ze letterlijk de informatie in het dagboek hebben kunnen lezen. Do you recognize the head sculpted there? Ik ben niet zeker. That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. Oh. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Daar komen we maar op een manier achter. If that's what must be done, I'll do it. Excellent.
I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. We staan er dus weer helemaal alleen voor. Want professor Vic die gaat terugkeren, want die mag ons namelijk niet helpen. Maar we moeten dus nu op zoek gaan naar het beest waarvan het stambeeld is gemaakt. Alleen heb ik geen idee hoe we die onder controle kunnen krijgen. Want het zal geen klein beestje zijn. Dat weet ik wel. Wij zijn op zoek naar de overblijfselen van een groot zeemonster. En ik zie het skelet ook voor ons liggen. Dus we zijn op de juiste plaats. This must be the place. Maar dit is 100% zeker de plek. Niet vallen alsjeblieft. Oh, mijn bezem redt me. Oh, dat scheelde niet veel. Er zit hier ook meteen een Merlin Trial. Dus die kan ik even activeren. Waardoor we hem ook meteen even kunnen voltooien. Want wij moeten heel simpelweg die pilaren kapot schieten. Maar... Oh, ze staan bovenop. Ik zie er hier ook eentje staan. Dus die is makkelijk. En dan kunnen we heel makkelijk even heel snel weer terug naar boven. Dan kan ik die kapot schieten en die kapot schieten. Meteen ook even de Lacewing Flies meenemen. En... daar, recht voor ons, staat de laatste. Dus als ik die kapot schiet, dan moeten wij hem hebben opgelost. Wij hebben in ons avontuur al heel veel Merlin Trials opgelost. Dus onze rugzakruimte is ook ver geüpgraded. Dus we kunnen veel meer meenemen op dit moment. Maar er staat hier wel Extreme Danger op de bordjes. Dus het wordt afgeraden om hier naartoe te gaan, maar we hebben geen keuze. Ik heb je alleen nodig om de deur te openen, maar dit wordt vechten. We kunnen alleen onder controle krijgen. Als we hem raken, maar ik weet niet wat hij van plan is. Heel veel van mijn spreuken werken niet op hem, puur gewoon... Wajo, omdat hij te sterk is. De vriezer werkt ook niet. Dus ik moet hiervoor even oppassen. Gelukkig werkt onze oude magie wel. En die had ik ook mooi even opgespaard. Dus daardoor kan ik een paar keer achter elkaar de bliksem gebruiken. Wow, die valt heel snel aan. Holy knetter. Ik wil hem eigenlijk geen pijn doen. Maar hij gaat niet zomaar met ons samenwerken. Wat een beest is dit. Dit is... dit is echt niet meer normaal. Wow, yo. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn Mandrake ervoor gebruiken. Want dan kan hij niet tegen zoals je ziet. En tegelijkertijd kan ik ook mijn slaar voor inroepen. Want dan kunnen we die me gaan helpen. Hij valt heel snel aan hoor, kijk uit. Even snel wat steentjes op zijn hoofd gooien, vindt hij ook niet leuk. Hij gaat weer rennen denk ik. Mijn slaar valt hem ook aan, dus die werken ook. Ik heb mijn andere plant ook nog ingezet. Kijk uit! Hij is zeker weten, Wieker. Maar... oh, yo, man. Hij is nog steeds sterk. Hij komt weer. Ontweken, maar ik zie hem nu niet meer. Wow, met zijn staart! Serieus? Laat hem maar komen. Nu! En dan kunnen we even onze spreuk... nee, hij valt nog een keer aan. Ik heb echt geen tijd om überhaupt hem aan te vallen, joh! Incendio. Ik heb hem in de fik gezet, hij is bijna neer! Hij is zelfs neer, we hebben hem! Hoi. Hij moet niet helemaal neer zijn, want we hebben hem nog nodig. En ik wil ook vrienden met hem blijven. We gaan hem niet aanvallen. Ik ga buigen voor hem. Ik hoop dat dit de goede keuze is. Ik wil je geen pijn doen namelijk.
En we krijgen zijn respect terug. Wij hebben hem onder controle. Dit is niet normaal. Dit is een van de meest bizarre ervaringen ooit. Ho, 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 ho. We hebben hem gewoon onder controle, jongens. Nee, dit is insane. Boom, gewoon recht er doorheen. En dan rennen we nu dat hele stuk terug naar het stenen standbeeld. En dan lijkt me ook dat hij er gewoon doorheen moet rennen. Maar jongens, hier. Ik ga ze uitschakelen, hoor. Weet je wat? Ik breng hem even terug. Ik ga deze gewoon even uitschakelen. Nu we hier toch zijn. Ik ga geen stropers laten leven. Helemaal niet als ze zien dat wij de beest onder controle hebben. Want dan willen ze dat ook natuurlijk. Kijk uit. Oh, goed afgeweerd. Ik kan hem nog niet veranderen. Maar nu wel. Doei doei, in het tonnetje veranderd. En zo bovenop zijn mattie. The beast is safe now. Kom maar weer. Uit de tas. Want dan kunnen we onze weg vervolgen. Hé, hey, hoe gaat ie hier? Alsjeblieft. Weet je, ik moet ze uitschakelen. Ik wil niet dat hij risico neemt. Want ik wil niet dat hij vermoord wordt namelijk. Dus vandaar dat ik alle stropers hier uitschakel. Ik verander hem zelfs in een kippetje. Kijk uit. Maakt dus helemaal niet uit. En op die manier zijn ze hier ook weer uitgeschakeld. Kom maar weer uit de rugzak, vriend. Het is weer veilig. Hij kan natuurlijk niet vliegen, want hij heeft geen vleugels. Dus we moeten gewoon het pad op deze manier volgen. En dan komen we vanzelf uit op de plaats van bestemming. Maar hier geniet ik nu van. Dit is toch mooi, man. Gewoon er doorheen beuken. Hoppa. Even weer terug de zak in. Dan schakel ik eerst hun even uit. Kijk uit. We moeten wel blijven oppassen. Oh, dat denk ik dat je mij gaat aanvallen. Nou, ik dacht het mooi. Is even niet, jongen. Hoppatee. I need to race now, my friend. Time for you all to clear out. Zo. Hij heeft zelfs een charge attack. Hop! Hij heeft zelfs een charge attack. Hey jongens. Hoe gaat hij er nou mee? Ik zal ze weer even uitschakelen. We laten ze niet leven. Kijk uit. Hier, tonnetje. Alsjeblieft. Oh, zij doet het terug. Blijf oppassen, hoor. Als een stoverstakje afpakken, kan hij niks meer doen. Dan gaan we naar de grond beuken en dan is hij uitgeschakeld. We zijn er bijna, nog een heel klein stukje hebben we te gaan. Time for jaunt, I'd say. Het is hier breed genoeg, dus we kunnen hier gewoon langs. En kijk die charge attack, joh. Net zijn horens vol naar voren. En daar beukt hij echt overal mee doorheen. Het is een klein omweggetje wat we nu nemen. Maar daar is het. En het lijkt me dat ik gewoon door de muur heen moet chargen. Want hoe gaan we hem anders open krijgen? Of blijf hier staan. Of het werkt op deze manier. Daar is de deur. En je ziet het ook al. Dit is de ingang van de vierde
en laatste uitdaging. Helaas kan je niet mee naar binnen. Dus gaan we weer even terug de rugzak in. Want dit moeten wij alleen oplossen. Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. We zien Professor Bakar terug in de map chamber als we de uitdaging hebben voltooid. Maar er zijn geen vijanden. De uitdaging was het temmen van het beest. Dit is de volgende herinnering. Maar wat gaan we ze te zien krijgen? Krijgen we antwoord op alle vragen die we hebben? Hallo, is het Ora? Is het Ora? Mr. Morgenak, Maar dit is niet goed met hem, hoor. Isadora heeft de pijn bij hem weggenomen. Dat is niet goed. Dat is zeker weten niet goed. Ik zei het nog, pijn is een emotie. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Alle emoties zijn weggenomen. Worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Ze is dus bij iedereen de pijn en dus ook alle emoties aan het wegnemen. Niet alleen bij de vader, maar bij iedereen. I need you to return to your common room. All right? En ze slaat ook al die emoties, al die energie, die slaat ze op. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father. Not my students. No one. Ze ziet het helemaal verkeerd. Set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ze is te sterk. Zelfs professor Rackham kan er niks tegen doen. Jullie moeten met z'n allen tegen haar gaan. Ze hebben hulp nodig, ze hebben hulp nodig.
Oké, die zag ik even niet aankomen. Hij gebruikt de verboden spreuk. Ze hadden geen keuze. She's alive. Nu weten we dus precies wat er is gebeurd. En dat is echt niet goed. Holy shit, ouwe. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us. And that's why. To allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrok does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the four artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrok for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrok's intentions earlier. I only hope it's not too late. Yeah. If Ranrok really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Het was handiger geweest als we Professor Weasley eerder hadden geïnformeerd over dit hele verhaal. Maar nu weten wij alles wat we moeten weten. En we moeten nu dus ook naar Ollivander toe om een speciale toverstaf te maken, waarmee wij de laatste opslagplaats van alle verschillende emoties kunnen vernietigen. En de krachten welke Ranrok gebruikt komen dus van alle andere opslagplaatsen en dus ook van alle andere emoties die Isadora uit andere mensen heeft getrokken. Dus alles is nu duidelijk. We weten precies hoe en wat. En ik zie hier ook een kamer waar een level 1 slot op hangt. Maar daarachter zit een kikker. En ik weet van die kikkers dat ze je naar een andere plek toe teleporteren. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die ons naartoe gaat brengen. Moeten we wel eerst de slot even openbreken. Hop. Ja, bijna. Deze manier. Want waar, oh waar, breng je ons naartoe? Oh! Naar een extra field game page! Ja, dat bedoel ik dus. Die kikkers zijn geniaal. En dankjewel ook voor deze pagina. Dan moeten we nog één pagina vinden en dan hebben we ze allemaal. Oh, en deze heeft ons naar een kistje gebracht. We komen gewoon elke keer uit op een andere plek. Oké, waar breng jij ons naartoe? Waar zijn we nu? Oh, weer een andere kikker, maar dit loopt letterlijk gewoon dood. Oh, nog een pagina. Ja, ja! Nice! You have uncollected rewards available in the challenge menu. Want we hebben alle field guide pages gevonden, maar... En nog een legendary kist.
Ik zeg het, de kikkers zijn geweldig. Alleen, hoe kom ik nu terug? Dat is misschien ook wel een goede vraag. Hier er weer in. Dan komen we hier er weer uit. Dan moeten we hier er weer in. Want dan komen we hier er weer uit. En dan moeten we hier er weer in. Want dan komen we hier uit. En dan kunnen we weer verder. Dat is toch geweldig? Dat vind ik echt serieus awesome. Maar let goed op. Want als ik mijn spreukenmenu open, dan hebben we twee spreuken nog niet geleerd. Eén daarvan is een verboden spreuk. Avada Kedavra! Alleen die kunnen we pas later leren. Maar welke we nu al kunnen leren is Arresto Momentum. Dus ik ga heel snel even naar die les toe. Want dan kunnen we die ook gaan gebruiken. En misschien komt die nog wel van pas. Het is al avond, dus Madame Kokawa zit in haar kantoortje op ons te wachten. Welcome back. Have you finished your assignments? Zeker weten. Reporting back, professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice Arresto Momentum. De woordgrapjes. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Deze spreuk heeft te maken met zwerkbal, want volgens mij kan je hiermee mensen tijdelijk laten stoppen met bewegen. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. Ik zal hem meteen eens even gaan uittesten. Kan ik hem op een boekje uittesten misschien? Arresto Momentum. That's it. Jazeker! En je ziet het bevriest de tijd tijdelijk. En in een gevecht. Het bevriest de tijd niet tijdelijk. Het bevriest de tijd ook heel lang. Moet je kijken, joh. In een gevecht kan dat echt serieus handig zijn, hoor. Dit is heel, heel erg nice. Tegelijkertijd zijn we ook weer 4 levels omhoog gegaan. Oftewel, we hebben 4 talentpunten om uit te geven. En als allereerste wil ik die Vendel upgraden, waardoor die niet door één enemy gaat, maar waardoor die door meerdere vijanden gaat. En je dus ook meerdere vijanden tegelijkertijd damage kan geven. Ook wil ik Arresto Momentum upgraden, waardoor het zorgt voor een curse effect. Terwijl de vijanden die we ermee raken worden vervloekt, waardoor we meer damage doen. De volgende punt geef ik aan Protego, waardoor we eigenlijk een soort blast effect krijgen als we hem perfect uitvoeren. En als laatste zorg ik ervoor dat onze oude magiemeter sneller optelt als wij succesvol aanvallen ontwijken. Dat doen wij heel erg vaak en dat doen we ook heel erg goed. Dus lijkt me wel handig om op die manier de meter steeds sneller te vullen. Zodra we level omhoog gaan, krijgen we vanzelf meer talentpunten die we ook weer kunnen gaan uitgeven. Maar voor nu ga ik deze aflevering weer afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram er natuurlijk keihard op, blijf hem straks super gaaf vinden. Morgen gaan we meteen naar Ollivander, zodat we de speciale toverstaf kunnen gaan maken. En dan moeten we Ranrok gaan stoppen als die daar bij de opslagplaats al aanwezig is. Maar ik hoop het niet, we gaan het allemaal zien. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.